Dit is het verhaal van de kleine koning Izar. Het kind dat op een nacht een wonderlijke ster zag en op reis ging. Op zoek naar de koning van de wereld. Op zoek naar een vriend. Hoe heet jij? Izar. Hoe lang zit je hier al? Ik weet het niet. Het lijkt wel 100 jaar. Waarom hebben ze je gevangen gezet? Omdat ik Jezus ken. Jezus? Nooit van gehoord. Had je me wat gedaan? Ik zocht hem, omdat ik met hem wilde spelen. Maar ik weet niet waar hij is. Niemand schijnt meer te weten waarom je hier eigenlijk zit. Nou, voor mij hoef je niet langer te blijven. Ga maar. Zijn we hier al niet eens langs gekomen, Asinus? Ik geloof dat we in een kringetje rondlopen. Oh, Asinus, als we maar niet verdwalen. Alles lijkt ook zo op elkaar. Elke steen en elk struikje. Hoe lang zijn we nou al onderweg? Ik weet het ook niet meer. Het lijkt wel 100 jaar. Asinus, zullen we teruggaan? Terug naar huis? Maar we vinden hem nooit. We weten niet eens waar Jezus heen gegaan is. Misschien is hij nog in Egypte of misschien is hij al lang weer thuis. Ik vond het helemaal niet zo leuk in het paleis in Magodia, Asinus. Dat weet jij ook wel. Maar alles is beter dan dit. Ronddraaien in een kringetje. Wees maar niet bang, Isa. Ik ben het. Ik ben je beschermengel. Ik moet jou en Asinus beschermen. Van wie moet dat? Van de koning van de wereld. Dus hij bestaat? Ja, natuurlijk bestaat hij. Dat weet je best. Waar zoek je anders naar? Maar hij is groot geworden, Jezus. Hij is al groter dan jij. Groter? Je wens is verhoord. Weet je nog, Isar? Toen je bij de oase zat, na je vlucht uit Bethlehem. Toen wenste je dat je altijd kind kon blijven. Omdat grote mensen vaak zo wreed zijn en gemeen. Nou, die wens is verhoord. Jij zult altijd een kind blijven, kleine Isa. Want sommige mensen zijn wreed en gemeen. Daarom heb je wel eens hulp nodig. De koning van de wereld heeft gezegd dat ik mij aan jou mag vertonen als je het heel moeilijk hebt. Anders kun je me niet zien. En kunt u me ook zeggen wat ik moet doen? Je moet doorgaan, Isa. Jezus weet dat je hem zoekt. En je zult hem vinden. Wanneer? Dat weet ik niet. Dat is zijn geheim. Maar je mag de hoop nooit opgeven, begrijp je dat? Asinus en ik zullen blijven zoeken. Goed zo. En? Je hebt een dapper ezeltje. Hij moet je brengen naar het land waar de koning van de wereld geboren werd. Want die is al lang weg uit Egypte. Welke kant is dat op? Daarheen. En daar zul je een ander kind ontmoeten. Een groot kind dat eigenlijk terug moet naar huis. Want zijn vader heeft veel verdriet om hem. Je zult hem vanzelf tegenkomen. Goeie reis, kleine Izar. Dank u wel, engel. Ik ben zo blij dat ik u gezien heb. Ja, Asinus, ik kom eraan. Betrapt, jij lelijke bedrieger, dief. Niet slaan, niet slaan. Auw! Je hebt het verdiend. Het eten van mijn varkens opeten, dat kan je. Geef ik je niet elke dag een stuk brood? Toe, alsjeblieft. Zelfs dat brood verdien je nog niet. Niks nut. En van het eten van mijn varkens blijf je af. Begrepen? Mijn varkens moeten vet gemest, niet jij. Psst, niet bang wezen. Ik ben het, Izar. En dit is Asinus. Hij zal je niks doen. Laat me met rust. Wie was dat die je zo sloeg?
De boer. Ik moet op zijn varkens passen. Oh, en is er eentje weggelopen? Nee, ik had zo'n vreselijke honger. En toen heb ik het varkensvoer opgegeten. Varkensvoer? Lust je dat graag? Nou, ik ben wel wat beters gewend. Maar ik had niks meer, geen cent. Geen mens op de wereld die wat om me gaf. Nou, en toen moest ik het baantje wel nemen. Heb je geen vader meer? Jawel, maar... Ach, je vader zou je vast niet zo gemeen slaan. Dat weet ik niet. Hij heeft niet zoveel plezier van me gehad. Ik ben een verloren zoon. Dan zou je vast blij zijn als je terugkwam. Nou, dat denk ik niet. Een paar jaar geleden heb ik een voorschot gevraagd van het geld dat ik van hem zou erven. Dat heb ik allemaal opgemaakt. Alles? Oh, nou, dat was makkelijk. Ik ben naar de grote stad gegaan. Ik heb dure kleren gekocht. Een mooi huis. Toen heb ik al mijn vrienden uitgenodigd. En elke dag was het feest. Allemaal van jouw geld? En voor ik het wist was het op. Geen cent meer. En toen bleven opeens al mijn vrienden weg. Dan waren het ook geen echte vrienden. Ik moest alles verkopen wat ik had om in leven te blijven. En toen ben ik hier terechtgekomen. Mijn vader zou me niet eens meer herkennen. Wie weet. Wie weet heeft hij al die tijd naar je uitgekeken. Wie weet hoe blij hij zou zijn als je plotseling terugkwam. Geloof je dat echt? Echt? En je moet maar denken, je hebt niks te verliezen. Ik zou het maar gewoon proberen als ik jou was. Asinus wil ons allebei wel meenemen. Hé, Asinus? Kom, we brengen je samen naar je vader. Hoe lang is hij nou al weg? Ik ben de tel van de jaren kwijtgeraakt, Roman. Maar gelukkig. Je hebt nog meer zonen. Ja. Maar het vreemde is, ze zijn me niet zo lief als deze ene die ik kwijt ben. Je krijgt bezoek. Ken je die mensen? Nee. Een kind met een kroon op en de een of andere zwerver, geloof ik. Bedelaars misschien. Die zwerver. Dat lijkt mijn zoon wel. Vader? Het is mijn zoon. Eindelijk. Maar vader... Kom hier, jongen. Wat een feest. Dit is de gelukkigste dag van mijn leven. Zie je wel. Wie heb je daarbij? Dit is de kleine koning Isa, vader. En Asinus, zijn ezel. Welkom, Isar. Zet je ezel maar in de stal, dan krijgt hij iets lekkers te eten. En jij blijft natuurlijk bij ons feestvieren. Hier, Isar. Neem nog een stuk. Alles is zo lekker. Ik wist wel dat het een feest zou zijn als de verloren zoon thuis kwam. Jij bent een slim jongetje, Isar. Waar ben je eigenlijk naar op weg? Ik zoek Jezus, de koning van de wereld. Jezus. Die naam die komt me bekend voor. Oh ja? Kent u hem? Nou, nee, ik ken hem niet. Maar ik meen ergens iets over hem gehoord te hebben. Ken jij Johannes de Doper? Nee, nooit van gehoord. Nou, die Johannes de Doper is een prediker. Hij woont aan de rivier de Jordaan vlakbij Jericho. Weet je wat? Ja? Ik moet morgen naar Jericho voor zaken. Ik ben koopman, weet je. Als je wilt kun je meerijden naar Jericho. En als we Johannes de Doper vinden, dan kan hij misschien wel vertellen waar je de Jezus vinden kan. Afgesproken? Afgesproken.